Tunesische vissoep. Snij 2 rode paprika's in repen. Schil 250 gram aardappelen en snijd ze in blokjes. Snij 2 winterpenen in blokjes. En 2 uien in ringen. Schenk 750 milliliter visbouillon in een grote pan en voeg de paprika, aardappel, peen, ui, 3 tenen knoflook, 3 laurierblaadjes, 2,5 theelepel komijnzaadjes en 1 zakje saffraan toe. Laat 20 minuten op laag vuur koken. Zeef de bouillon. En verwijder de laurierblaadjes. Pureer de helft van de bouillongroenten met de staafmixer of in de keukenmachine. Schep de gezeefde bouillon met de gepureerde en ongepureerde groenten terug in de pan. Voeg 400 gram tomatenblokjes en 250 milliliter water toe. Breng opnieuw aan de kook. Breng op smaak met peper en zout. Voeg 12 minuten voor serveren 100 gram macaroni toe. Snij 500 gram ontdooide kabeljauwfilet in stukjes. Voeg 5 minuten van tevoren de kabeljauw. En 2 eetlepels kappertjes toe. Zo maak je Tunesische vissoep.